Dag Tijn. Wil je samen? Even praten? Ja, hallo. Hallo, ja, ik ga wel eventjes. Italiaanse quizmasters en ook door van Thomas Boschalk in Duitsland, die Duitse quizmasters, die op het hoofd Londen hangen. Dus daar heeft hij een beetje naar gekeken. En het is een beetje een arrogant, een beetje opgeblazen man. Ik ken jou natuurlijk als spektakelfilms, actiefilms en die kiezen voor de wat kleinere psychologische. Waarom Dat was het script vroeger natuurlijk om. Ik wilde eens wat kleiners maken, aan het steken. En kijken of je uit een kleine situatie ook in elk geval een film kan maken. En volgens mij is dat aardig. Het is dus niet alleen maar, die mensen moeten niet denken dat dit een saaie praat van een man aan tafel is. Er zitten echt een heleboel spannende, actievolle scènes. En last ook ergens dat je al plannen had om een actiefilm met Carice van Hout te maken in de verre klopte? Nou, ik heb een actiefilm liggen, het script voor de actiefilm klaar. En het zou leuk zijn als Carice daar een rol in speelt, maar dat weet ik nog niet. Ik weet nog niet of ik die film ook eerst ga maken. Zou je ook graag met haar willen leven? Nou, lijkt me wel leuk. Prima actrice. Dankjewel. Ja, zo snel mogelijk, maar in Nederland gaat het nooit zo snel. Dus het zal wel weer volgend jaar of zo worden. Philip Potter gaan we het helemaal niet over. Sorry? Philip Potter gaan we het helemaal niet over. Daar gaan we het niet over. Dat helpt ook. Gezellig houden. Nou, heb jij wel gezien dat is? Ja, maar niet met alle special effects. Wat vond je ervan? Ga je zelf ook films maken? Nee, ik word liever acteur. Een vriend van mij doet regisseur. Dat is wel een zin. Hij is altijd zin. Ja, goeie fan hoor. Regisseur lijkt je niet? Nee, veel te veel verschil. Nee. Hier gaat de schoolklap, hè? Weet je weer, Nick. Dank je wel. Doei. Spannende avond. Zit er hard in de keer? Zit er hard in de keer? Nee, dat